Jo, man, das. Jo, man, es gibt Zip. Robert, die Plymouth Swiss Matches. Jo, man, sowas. Risse Henk, mit jou. Voor de deur. Ja, good shit. Nou, maakt er niet uit, Robert. Soms gaat het privéleven voor, hè. Ja, maar Mike Bradley, juist het jongen. Ja, ik hoor het, man. Het is meer een goede actie. Ja, lekker dat het ook smiddags een keertje kan. Ik zeg vaak, hij twijfelt toch wel. Ja, ga je middag live, ga je middag live. Je bent zo afhankelijk gewoon van anderen, zeg maar. Gaat lekker, man, Bradley. Gaat lekker. En dat is een beetje dingetje, toch? Kijk, ben je politie? Dan kan je gewoon streamen, snap je? Dan kan je gewoon heel de middag keer gaan streamen. Dat zou ik ook kunnen doen. Heel de middag streamen. Vanaf ochtend tot weet ik veel wat. Maar ja, onderwereld ben je gewoon zo afhankelijk van, hè, of dat andere mensen activeren of noem het maar op. Er is gewoon niks te doen verder op het onderwereldgebied. Waardoor je gewoon live kan gaan. Zonder andere mensen. Ik heb vandaag gewoon groentes op, maar met een worstje. Dus van 300 gram groente met een worstje erbij, man. Dus we hebben onze voeding weer op. Nee, de ding is wel aangevuld. Maar. De smokkelaar is aangevuld, dat is ook het enige. Wagwan, kijk, weet je, als het aan mij ligt, kan ik in principe elke avond live gaan, snap je? Ja, jammer van die Rainbow Six potjes, man. Zo, maar ja, soms heb je wel eens even van die off potjes, joh. Vanmiddag gingen we lekker in ieder geval, dus. Soms win je, soms verlies je, maatje. Zo is het. Ik heb een leuke Brian en zit nu bij Camellus Future. Lekker bezig, man, ze was goed bezig, jongen. Ik ging dood door die bril. Nee, man, thuis alleen offie mensen. Die Mac, zo is die gewoon goed, maar Rob. Ik heb net gewoon weer even een Mac 11 gehad. Ik vind het goed. Ik heb geen refund gehad, ik ga ook geen refund aanvragen. Ik vind het allemaal prima. Oh, dit is echt mooi. Echt heel mooi. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Ja, die. Heb nu rustig 2 ton op de bank. Lekker, man. Ze was goed bezig, jongen. Goed bij ze gehouden. Goed bij IC. Hier even een 1,5 seconde zetten in plaats van 3. Dat is echt mooi, hè? Ja. Ja. Oh, je hebt geen kleurtje. Ah, nee. Ah, zonde. Echt geen scope. Ja. Helemaal niks. Man, hebben fuck, hoeveel gaan. Ja, valt wel mee hoor, Rob. Ja, Valt wel mee. ik kom gewoon niet aan de Ja, maar grond. ik ga niet alles even meenemen. We zitten hier met die AK's klootje. Ik denk, Ja, pak die ga van mij maar, ook want even. daar kon je gewoon dat ik permanent attachments Ik heb alleen een Ja, ik vind dat 9. ook een beetje apart, hè? Heb je helemaal geen wapens meer dan ofzo? Ik, Nee. ik heb er nog genoeg hoor. Oh ja, toch beter. Speeltijd van één Kunnen dag, we wel lekker wat man, hier? Sebas. Planning voor vandaag, geen idee, man. Skip, om heel eerlijk te zijn. Yo, man, Joa. Hey, Barkie. Dat Yo. is echt diddy. Staat hier nog iemand voor je boven, man? Er zijn wel 600 man in de stad, maar het voelt Hij niet als zegt dat je 600 het man. verkoopt ofzo. If you know what I mean, you know. Wie is het? If you know, then you know. But if you don't know, then you don't know. Maar die komt van net, broer. It is how it is, hè? Hey Joa, gewoon tranquilo, ja. Stream is net begonnen, pa. Wat wil je met Instagram hebben, vriend? Ben je gek geworden of zo? Mannen willen mijn Insta hebben, hè? I see. Solo Island Pushy B. Broer. Als het spel geen cheats had gehad, dan is het ander fout. Yo, Wes. Ja hoor, Ruby. Bro, ik zeg je eerlijk, als we oprecht gewoon geen cheats zouden zijn, broer. Ik zou gewoon solo de hele dag eiland zitten, gewoon. Maar die zijn er echt al lang.
bro, ik weet niet eens, ze zijn maar nog. Ik denk dat ik even ga opwarmen met de M19, man. Ik was wel aan het gaan pushen met mijn scorps. Ze kunnen geen kogels bij Younes. Fuck it, dan nemen we gewoon. Gaan we Mackie mee? Ik weet niet, man. Ik heb die media van CRG die ze hebben gestuurd. Ja, moet iets mis mee als je in zou zeggen. Dan heb je al minstens een volgens bij me. Bro, maar mijn. Weet je wat het is? Wat zeg je? Kom in eiland. Ja, de wapens. Ja. Kan wel. Kom. Ah, jelle. Wat heb je nu? Pak die domme smid alweer. Ja, ik neem M19. Scorp op kant is zo poep, man. Goes. Ja, man. We gaan op een missie, jongen. Heeft iemand telefoon? Ja. GPS. Moet je GPS hebben, Rup, hier op mij? Ik heb ook een missie. Tel je nou. Je moet gewoon die dingen even inkopen, man. Ik heb ze gewoon een stuk in mijn persoonlijke opslag liggen. Ik heb ooit een plan. Ik heb op eiland, joh. Bucky. Yo. Laat me gewoon een middel aanzetten. Eiland. Is die... Eilandos, ja. Eilandos. Mensen gaan nu sowieso lief van eiland. Ik denk dat ze op de blokken waren, man. Dan denk er kunnen twee mensen nog met heli mee. Ze zijn volgens mij wel ongeveer met 10 man of zo. Kom. Met die heli. Nee, ik ga naar vliegveld toe. Dan heb ik plek voor 3 man. Veld, hè? Zie. Kan ik nog iemand zijn heli of wat? Ik weet niet hoeveel heli's we hebben, man. Heli's, we hebben 2 heli's. Groep bij jij toch? Ja, ik ga zo bij die deur, bro. Zo genoeg. 6 stuks in totaal. 8 stuks. Zo genoeg. Fuck, zijn er altijd auto's bij ons voor het huis, man. Ik snap dat echt niet. Er is gewoon niemand van ons lijf of wat dan ook. De mensen zitten alleen maar bij ons huis. Het wacht gewoon totdat wij komen en dan komt een happy mesje. Broer. Hey, maar chat, hoe is jullie dag geweest dan, chat? Waar moet ik heen komen? Bezirrouw of zieke... Ik ga vliegveld, maar ik zie gewoon weer welke eerste 3 mensen er zijn die kunnen mee. Ah, ik kom wel vliegveld dan wel. Is goed, ik ben met Tony. Kan dat? Ja, ik vind het goed. Ik ben er bijna in. Ja, ik zie vanzelf wel hoeveel mensen er zijn. Ik weet niet, man. Ik, jij, Barkie, Tof. Zijn volgens mij met 6 of zo. Beter blijven ze gewoon. Mensen gaan toch niet blijven, ja. Dus ze weten dat we komen. Ze weten dat niet, dat soort ding. We moeten gewoon snel stinken. Ja, maar er is iemand, het kan ook zijn dat ze al weg zijn, hè? Oh, Wesley, ben je aan het bodycammen? Ja. Ja. Dat is sowieso. Dat ze blijven. Ik ga even die unmarked garage checken, man. Bruidige 6. Ga een keer modkiffen weer weggeven? Nee, man. Is de dag super goed en mijn sprinting op PC en games zo omhoog komen, bro. Lekker man gameplay, jongen. Lekker man. Lekker man, Brett. Lieve mij was er een schaam, maatje. Weet je of ze nog die minicard terug moest geven aan Jesse? Geen idee, man. Thuis volgens mij niet. Ik weet het niet. In mijn garage is niks. Waarom is Jesse weg? Ja, weet je wat het is? Ik kan links doen, ik kan rechts doen. Maar dan zou wel weg zijn, man. Kijk uit. Voor die achterkant van de heli. Wat denk jij? Waarom is Jesse weg? Ja. Jesse weet zelf de reden waarom, maatje. Ruben, wij al aan. Oh, we zitten niet altijd. Je oma Sam. Je oma replays, wist je. Vanuit onze kant zijn het sowieso gewoon geldige redenen geweest. Nee, vrouwtje was even in mijn kamer, Scott. Oh, wat doe je meldingen laat? Je bent ook pas net live, hè? En er zit sowieso een minuut of 2 minuten delay in, volgens mij, voordat hij met Discord afgaat. Hey, homo-relays.
Gaat lekker, Marie, please, gaat lekker. Hey, ik hoor niks van Porto, hè, want ik zit in die heli shit. Iedereen heeft dat. Iedereen zit in de ATC. Wat, jullie ook? Ja, vriend. Maar hoezo jullie ook? Hoor. What the fuck? Ruben is going to take off! I'm on my way to the airport, you know the thing. Alright, alright. If Akatsuki is in this Porto, we're coming for you. Yo, my yeah, we're coming for you, fruit. Dat zei ik, Repsig. Je mag even naar Discord kijken. Please, don't leave the island. Pas op best als je er een kado in de poort. Please, dienst speciaal inrichting. Je bent toch gelieve niet naar eiland te komen. Dank u wel. Wij gaan gewoon even kijken. Yo, ga lekker uit die poort, Theo. Ga eens lekker uit die heli van je, joh. Vriend, tegen wie praat je zo? Moet ik het doodschieten of zo? Stap lekker die muur in, man. Stap je muur in, joh. Ja, bro, ik vind het nu al, ik haat dit nu al. Die parkie. Hier is niks. Oh ja. Ja, een paar mensen, maar. Ja, geen wapens. Ga verder kijken. Ah, ik vlieg gewoon, jullie checken mij. Zo. Say no more, West. Yo, oma Sam, thanks voor de tier 1, maatje. Waardeer het, Ruskies. Say no more, brother. We gaan wel landen. Laaf, man. Chat, gooi even die W's, man. Gooi die W's eventjes. Eens even een rondje vliegen, Tony Montana. You don't get a Stan. Sam is een strijder. Kom op. Ik weet niet waarom ik mijn Insta zou moeten posten. Zo bedoel ik het meer. Van met welke reden zou ik mijn Insta moeten delen? Ik zie gewoon Younes zwemmen. Hey. Zeg, Bola, bieleden zijn weg. Zeg, Bola, bieleden zijn, laat me bellen. Collega Wesley, zie jij wat? Op het moment zie ik heel veel kinderen die aan het plukken zijn. Hoor jij mij niet? Daar is alles mee gezegd. Bieleden zijn niet op eiland. Ai, nou, we kwamen nog pushen. Goed, ik ben zelfs uit het bad gegaan. Staat de 7 aan de Zulu? Staat de 7 aan de Zulu, goeiedag? Ja, Bola, ik zweer. Status 8, liever even te landen. Ja, met 4. Kijk, P 30, 60 meldt. Ja, toch, maar ik kan wel best. Met kenteken H-E-F-G. Maar. Ja, nee, dan gaan we weer lust. Hé, yo, Sam, rustig aan, pa. We gaan weer naar land, denk ik. Laaf, man, Sam, 100, 100. Ja, we gaan weer land, denk ik. Sam is going crazy. Nou, Robach, gefeliciteerd met je lidmaatschap, Matje. Draai om, dan zijn we weg. Staat een 7 aan mijn collega. Ja. Ga maar lekker terug naar landje. Op een eiland, want ze zijn er niet. Dat is normaal. Staat een 7 aan jullie. Er zit hier een F-raket te schieten vanuit een... Ja. Staat een 7, ja. Alle collega's in de Zulu, er wordt geschoten uit een groene SC. Hey, Sam, toch strakkie, joh. Gewoon boven geleden. Collega's in de DGA, jullie hebben toestemming om te schieten. Gewoon jullie vechtjes, broer. Hé bro, toontje lager, vriend, voordat je komt doodschieten. Wie de fuck ben jij, vriend? Misschien kan je op je... Kom nu in de vliegveil. Ja, dat wel, hey, Sam, love man. Aan de DSI, ze lopen onder de brug. Aan de DSI, jullie die aangekoppeld is, jullie mogen de miniguns nu gebruiken. Schiet hem op los. Hey boys, blauw ging het 100, blauw ging het 100. Wacht. Op, kom naar land, kom terug naar land, 3 wapens. Nee, we komen eraan, jongens, we komen eraan. Karel, jij gaat nog lang niet naar bad, maatje. Blauw ging het 100, 3 mans. Ja, eentje benen. Wat? Ga instappen, man. Wat de fuck, ze waren er bij lid. Dat is een les uit wel meer. Ik kom terug naar land, Yusu. Meer lidmaatschappen weggegeven, man. Jordi had in mijn 12:24 post. Je moet er nog 10 doen. Ik gooi af en toe wel eens dingen erin. Nog eentje weggeven. Over. Ik ga niet bepalen wat je moet doen, man, broerski. Alles wordt oprecht gewaardeerd, man. Oprecht. Yo, man, Mathie, zo is het, jongen. Ik heb zijn nummer niet, Mathie. Nee, maar doe het alleen als je het kan doen, hè. Twee boys, 2 man, wapen. Ja, locatie. Perfect, ja, 2 man, jongens. Olievelden. Ja, bij Merelpark. Bij Merel, of ja, Olievelden, Merelpark daar. Ja, waar kunnen wij landen? Bij Merelpark hier. Zet ons hier gewoon onderaf, dan gaan we het gewoon... Maar dan is... Zijn jullie wapens weg? Ja, man. Ja.
Hier heb ik niet voor. Hier kan ik hem niet landen, man. Op het dak, op het dak. Ja, maar niet eruit, niet terrasvrouw laten, hè? Ja, maar van die garage stalen. Ja, man, dit is mooi. Dit is heel mooi. Kijk eens aan, toppeltje van mij. Is dat nou jouw vriend? Oh, daar, je boezem heeft ook wapens. Gewoon dit. Oh, ik ben eruit gesprongen. Wait, is dit? Val je nou voor mij, Karel? Ja, man. Yo, man, Sam, love, maatje, oprecht. Elke keyboard heb je eentje van SteelSeries, man. Muis heb ik van Logitech, man. Yo, man, snikker, hoe is het, broski? Hey, Sam, thanks voor alle lidmaatschappen, man, strijder. Dankjewel. Ik zeg je eerlijk, soms is het heel erg vervelend, mo, dat ding bestuurt. Wanneer is een blok actief? In-game achterkomen, want je giet, kan ik helaas niks over zeggen. Ik vind Dylan's stream een beetje saai, want je Lisco kijkt is leuke actie en zo. Ja, klopt maar Sam, alleen weet je wat ding is? Je bent zo afhankelijk gewoon van andere mensen. Dus ja, dat is een beetje nadelig. Kijk, Dylan kan gewoon live gaan, 1, het is de stad, en 2, hebben een veel grotere community. Maar als politie zijn, dan kan je 24/7 kan je live gaan, snap je? Dus, ja. En voor ons als onderwereld, er is gewoon haast niks te doen als onderwereld, snap je? Dat is gewoon fucked up. Mijn Feyenoord is mijn club, man, Sebas. Ik ben even snel op te rejoinen. Nu al lokken. Al die auto's die ik net zag schieten zijn weg. Twee mag toch ook, wit SGT? Ja, ja, wit SGT, ja, twee man. Hoezo kan ik geen poitter praten nadat ik uit de ATC ben? Wacht even, voor chat. Wie zit hier lokken? Ja, Merelpark toch? Merelpark toch niet? Ik heb blok afgestuurd, waar het precies is. Maar wat hebben ze gedaan? Hebben ze al getrokken dan? Ja. Maat, ze hebben lopen mij en hier over. Ja, nee, allemaal dood zo. Hey, ja, kijk nou die berg, boy. Maar kijk, hier beneden ligt. Hier beneden ligt ook allemaal mensen. Oh, goede roleplay. Politie rijdt tegen me aan, rijdt gewoon door. Nice. Kijk hier op die brug, kijk hier op die brug toch? Ja, toch, thanks the best. Ja, ik wil stop weer druk. Ik ga even repair kit betalen. Hier die bruine R16, wat is overal? Like, like. Hey, beneden zijn mensen omhoog gehaald, of niet? Ja, beneden zijn volgens mij mensen zonder wapen. Oh, ik ben er weer, man. Die boy die op die berg ligt, hebben sowieso twee wapen. Ik moet niet zo. Ja, oh, maar dat klokko. Sorry, maar chat. Als ik die had gedaan zoals ze wilden, waren jullie allemaal doof geweest nu. Dat weet of ik wel. Die blauwe gele grond ook, man. Holy moly. Klapte ze niet in. Ah, kom eens weer, Ajax boom boom, wat een gekke joh. Wat een gekke joh. Pleis, perkjes, katana, schil joh. Ja, thanks. Wil die ga je steeds deze hier? Dan maak ik het wel. Hé, wat gaan er nu dan? Want ik ben er nu pas weer. Laatste lokka, man, eentje is nu omhoog geholpen. Nee toch? Ik ben er bijna 1.4. Kedi, je voelt gewoon die niets opkomen, maar je weet dat je niet meer op tijd jezelf kan muten ervoor. Eentje is omhoog geholpen. Zijn ze niet allebei omhoog? Gelijk 40 fps hier. Eentje knullen het al omhoog, hè? Wie is deze? Kan jij niet dan? Maar splitsenaar, we kunnen nou niks. Ik weet niet, die zwarte KM, wie is dat?
Weet ik niet, ik denk deze hier. Er is ook een heli in de lucht. Van ons dus. En dan zou je het beste weg kunnen gaan, even man. Ja, heb ik kom en zo staan ook allemaal bij, maar die wordt even of zo. Scott in de lucht. Ah, ik... radicale woens en grof geneuzel. Dat zijn mijn termen alleen. Ik denk dat dat gebeurt. Oh, wat dit? Dure woorden, Ruud. Ah, zie. Ja. Best school geweest vandaag. Zeker. Ja, ik denk dat er niet... Om, ik denk dat er omheen niet veel te vallen. Op de pakken vallen. Check is gefixt daar, Ruben op score. Nee, man. Yo, man, hij is aan de zus, jongen. Yo, man, Dylan. Ah, daar wordt iemand gewoon te staan gehouden door dingen. Zo. Daar op de brug er ook nog eentje omhoog gehaald, hè? Klopt. De linker op die brug, ik ben het eigenlijk aan de zwarte. Of weet niet, paas of zo. Wie is die zwarte? Ik heb geen idee, de weg. Weten we niet. Gaat rustig, man, Dylano. Gaat rustig, man. Met jou, maatje. Gaat goed, man, IJs. Gaat goed, man. Hey, chat, hoe is jullie dag vandaag geweest, man? Cayenne naar beneden toe. Wie is die grijze ST die daar rijdt nu? Ik weet niet, man, ik weet niet. Bro, er rijden tante mannen bij Olievelde. Gaan we het gewoon laten. Ja, ik zie iets van 8 auto's staan bij Tattoo Shop Olievelde, man. Plaats nog een Zulu alles. Laat ik wel even zakken. Even mijn M19, man. Oh man, nee, Joe, is het maatje. Snap je, Robbe. Werken, skipsie? Ik ben het gewoon later, dit man, denk ik. Oh, ik ben zeker aan het vliegen. We kunnen die recherche nog proberen te klemmen. Ja, maar dit gaat alleen maar meer kosten, broer. Het hele korf staat er alweer bij. Nee, we kunnen hem solo proberen. Als hij met anderen wegrijdt, bom dat. Als hij gewoon in zijn eentje rondrijdt, kan hij gewoon een neuken. Hey, cheap one, je weet dat. Zijn er nog, je weet toch? Ja, man, met Kom op. Maar jij die andere X5 ook? Zijn ja? Maar leek, kom, broeder. Ik rijd nu op die weg. Hoe is het, jongen? Hoe gaat het met je kast? Hoe gaat het met mijn kast? Wat? Staat de recherche nog op die body, of niet? Gaat lekker, man, het gaat lekker. Lekker ben op school geweest, nu 5 dagen vrij. Pjush, good life. Je oma lust. Wat is dit voor een proteïne ding, man? Serge gaat nu weg. Beetje huishoudelijke dingen, man, het moet ook gebeuren. Wat doe je in het dagelijkse leven? Jullie hopelijk een leuke avond geven. Ik moet even eten, man. Kijk gewoon of je hem kan pakken. Als hij solo rijdt, pak ik gewoon. Ga je naar de gym vanaf volgende week weer, man. 3-4 wapens, denk ik, man. Dat is helemaal fijn. Ja, echt 5 doodgeschoten op daar. 4-5 of zo. Ruben, zet hem eens open. Hij is op slot. De grove roleplay DSI'ers, die zeiden net dat ik het gebied moest verlaten. Je moet vaker live. Ja, maar weet je wat het is, Mohamed? Ik ben geen politie, snap je? Nee, voor ons is het gewoon heel moeilijk om elke keer live te gaan. Ja. Even lekker in een bosje liggen. Dan ben ik zo weer terug. Even lekker Chinees. Lekker Chinees. Yo. Ja. Probeer hem te pakken, hè, boys. Yo. Maar de montage dan? Gaat lang duren, maar Sebas. Daarop ben ik pas een week
inactief geweest, dus omdat ik een strijk had gepakt. Dus laten we de montages laat ik even links liggen, man. Ik ben wel gewoon weer bezig met nieuwe clips en zo te regelen, noem het maar op. Maar maar gaat meemaken, joh. Ga je ooit eens vloggen? Jij bent niet waar. Ik moet nog checken, man, Appie. Ik heb oprecht nog niet gecheckt, man, omdat ik gewoon Rainbow Six Siege aan het spelen was ook vandaag. Met hoeveel zijn jullie? Geen idee, man. Gaat nu weg, denk ik, die recensie. Dan moet je weten wat kast is. Ja, ik weet wat kast is, maar omdat ik niet sporten toch en ik wist niet dat je dat doelde, wist ik niet dat je die kast zeg maar bedoelt, snap je? Heb jij een foto? Ja. Ik ben bij die aan bij winkel. Ja, ik ben nu daar beneden. Ben jij die groene daar zo bij die winkeltje? Ja. Links van je. Appie, unban. Wow, ik wil op mijn effe, ik heb mijn internet vlogen uit. Ja, Appie, krijg je unban of niet? Ik weet niet of je schiet, man. Ja, zeg maar. Ik vijf gaat nu naar beneden naar die andere persoon, man. Die gaat daar nu nakken pakken, uiteindelijk. Mm. Ik weet wel hoeveel we in de stad zijn, dus Sebas. Ik kan gewoon in-game kijken en zie ik zo hoeveel man we hebben, maar... Boxen? Ik ben ik net voor, die daar beneden. Als ik nu ga zeggen met hoeveel man we zijn, dan gaan er weer mensen de stad uit, snap je? Kijk, hij zit nu op de andere. Broer, geen stress, Appie. Yo, man, Jan. Wie zijn hier allemaal, dan? Dit is GSF. Ik bedoel, zijn er meer boys van ons? Of zijn alleen Karel, ik en wie is er nog meer? Nee, waar rij je? Westen is gedispand. Waar rij je, Dolk? Nog steeds bij diezelfde gewoon. Doe je gedispand? Hij heeft nu ook die andere wapen. Hij heeft nu 3-4 wapens die ik in feite. Zal ik richting Sandy rijden? Ja, hij gaat richting het noorden, man. Karel, kom. Mensen achter ons. Ik heb een tijd aan het drukken, maar ik zie hem nog niet. Stretch? Fuck man. Hij komt terug. Ai, pa. Ja, nee, dat gaat toch niet worden. Precies. Kijk of hij naar beneden komt daar. Ik ga even kaart switch gooien. Volgens mij speel ik 16-10 ofzo. Ik ga gewoon op de brug, ik gewoon dingen. Hij gaat gewoon weer aansluiten bij de groep. Oh, dit is fucking veel. Volgens mij doen ze dat vaak, man. Want kijken welke auto's volgen en die callen ze dan en dan, ja, je weet toch. Maar gewoon een paar mensen in het noorden, richting noorden staan een paar mensen hier, bro. Ik kom vanzelf. Ja, toch, ik rij vast richting noorden dan, ja. Maar zal ik Sandy pakken of Paletto? Ik zal gewoon deze weg pakken, alleen een stuk verderop. Ja toch, ik sta na het tankstation daar, joh. Ja toch, als iemand daar nog even bij kan gaan staan. Ga je via de stad naar het noorden. We hebben sowieso die Zulu hier nog, maar... Ik denk dat die... M19 man, even op hier, richting die, richting het noorden uiteindelijk. Yo, maar joh, ga lekker met mij. Voor Sandy heb ik gewoon wachten. Is er nog wat gebeurd? Nee, maar Ruben. Gaat met een hele key, denk ik, man. Ik wil zeker, collega. Kijk dan, broer, alles beweegt. Wat zijn jullie aan het doen? Met een gijzeling, bij de snelweg bij richting route 15 bij Blokpark. Wapens. We hebben gijzeling gedaan. Nee, joh, we hebben geen gijzeling. Hé, hey, hij rijdt nu naar het noorden toe, man. Hij rijdt nu naar het noorden toe. Ja? Waar zitten jullie achter? Kruisje. Wat rijdt er allemaal achter? Dan kan GSF die wil. Waar rijdt hij nu, Dolk? Dat weet ik niet. Hij komt richting jou, let op. Kenspost, komt hij daar? Je hebt kans dat hij weer om gaat keren zo. Dus jullie moeten daar klimmen, anders pakken wij hem hier. Ja, blijf kallen waar hij rijdt, want ik ben ook die kant. Ik zie hem niet. Hij kan over route zijn gaan, alles. Welke auto is hij? Ja, ik weet het niet. Wie is die Taycan hier zo? Oh, lekker. Ja toch. Waar is die? Ik zag hem op de berg. Maar nu zie ik hem niet meer. Wat ben je dan daar zo? Anders ga ik nu een foto daar. Hier zo, Dolk, waar ben je? Hij is niet langs mij gegaan in ieder geval. Hé, die Zulu rijdt daar. Zulu rijdt daar. Ik blijf wat Jalisco, bedoel je? Kijk, je moet die Zulu gewoon volgen denk ik. Ja, ik denk dat hij daar ook rijdt. Die achterweg heeft gepakt. Hij is over die bergtop gegaan denk ik. Dat denk ik wel. Wat was het fout, hè? Ja, toch, Joko, 100. Ik
rij er ook in, maar ik rij op die berg onder die Zulu. Ja, waar is deze man heen? Ik zie een dikke transport hier. Oh nee, dat is geen transport, dus je moet staan ook gaan. Ik sta bij die viaduct. Ik kan ook die berg hier niet op, man. Jo, maar eens. Die rechterberg is hier sowieso niet, daar ben ik over gegaan nu. Hoppa. Ik ga gewoon even een proteïne dingetje naar binnen toe gewerkt. Waarschijnlijk maar naar de wc dadelijk, maar goed, dat zien we dan wel. Ik ga weg bij die tankstation, want ik zie hem echt nergens hier. Goed, een 15 winkel. Geld zat jij. Ik ben gewoon Oerlevelde berg kwijtgeraakt. Ja, maar Elias. Man. Heel ga je rustig, matje. Maar Jan-Piet, hoe bedoel je, welk level? Op iemand moet gewoon even snel stad de HB gaan en Sandy. Dan krijgen we naar Sandy. Ik zie een HB'tje weg in het noorden rijden. Nou, het was een X5, die recherche. Ja, X5. Maar ja, hij kan car switchen. Gaat lekker man, Zenat. Gaat lekker man, en met jou bro. Mag niet toch? Hier is hij niet meer, ik zie hier niks meer. Niemand die X5 meer dan? Maar nee. Voor een signaal. X5 op de... Wat? Kan ook dodelijk zijn, hè? Kom, nee, dit ben ik voor je. Oh. Dit ben ik voor je. Oh ja, toch? Ik denk dat hij... Oh, er is een gijzeling bij Sandy. Sandy, ja, bij gijzeling. Ja, toch, kom aan. Beter, maar dan is het of paletta of stad waar hij heen gaat. Ze doen het met een mesje. Ik rijd door naar paletta. Ik moet hem vinden, anders mag hij gewoon van station. Waarschijnlijk is die gijzeling voor die wapens bedoeld. Ik vind het wel apart dat hun dan niet door hun hoofd worden heen geschoten met een mesje. Ja. Is het met dat een mesje kan toch niet? Ja, het is met een mesje bij Sandy. Bij het zijn eigen zelf. Dat dacht ik ook, ja. Volgens mij is dit gewoon iets anders, hoor. Is het niet Sandy misschien dat hij daar afdropt? Nee, want anders heb ik eens met levels. Ja, dat was hier wel, man, Jan-Piet. Alleen, volgens mij wisten ze niet hoe ze dat allemaal moesten bijhouden of wat dan ook. Dus, ze hebben, wat ik nu ook heb begrepen, is dat die, die niveaus zijn weggehaald, man, voor officiëls. Kleur X5? Ik weet niet, man. Wat, volgens mij. Hé, hey, er is een gijzeling op Sandy. Nou, dat kallen we net. Oh, ik dacht dat je een andere gijzeling bedoelde. Nee, man. Het is oprecht gewoon die voor Sandy AB. Die X5 daar. Nee, die is er niet, man. Moet binnen zijn. Ga het rustig maar nemen, man, met jou, maatje. Is het heel anders, dit? Ja, toch, WSD. Ja. Welkom, maatje. Het lijkt me niet dat ze wapens gaan teruggeven met een mesje. Maar ik heb wel aangekaart of dat wij nu als Offigangs, aangezien die niveaus weg zijn, ook gewoon de mogelijkheid krijgen om items gewoon uit mensen hun zakken te halen. Snap wat ik bedoel? Gewoon uit die inventory. Want zoveel mensen die timeren die shit zo lang, zodat andere mensen weer kunnen aankoppelen en zo, snap je? Dus ik zei van, nou oké, okay, nu je alles hebt weggehaald qua niveaus, wordt het denk ik wel een beetje tijd voor zoiets, if you know what I mean. Ja, niet per se assessment, maar gewoon dat wij hetzelfde als politie ook gewoon items uit mensen hun zakken kunnen halen, snap je? Paletto zie ik nog niks, man. Ik zie ook niks bij stad daarbij, man. Dan moet hij sowieso nog ergens in de bergen zijn ofzo. Heel veel zo gezien. Pas op. Hey, pistols bij Quickstar, Olieveld. Pistols, Quickstar, Olieveld. Hey, Link. Ben binnen, Tony. Ben binnen. Waar gaat jij? Shootout ding. Ik heb pistol, de Quickstar. Waar? Olieveld, de Quickstar. Piki. Veel pistols, ik moet een keuze pakken. Kom aan. Weet je welke auto's?
SOP, Hayabusa, alles. Beetje huishoudelijke dingen meenemen. Nieuwe inductieplaat in de keuken. Die andere was beschadigd. Dus hebben we via de verzekering gelukkig een nieuwe gekregen. Groene ST. Drie man of zo. Is het nou zwart of groen? Voor de rest een beetje chillen, een beetje rainbow. Ik zit gewoon te twijfelen om zeg maar 's middags live te gaan. Alleen dan bijvoorbeeld rainbow of Rocket League, snap je? Want ik zit nu vaak ook gewoon 's middags niks te doen. Ik heb die keer al gewassen of niet? Ik kreeg geen klant binnen, zo. Pas op. Ja, broer, die ATC is echt bullshit, man. Overrecht. Ik vind het echt hard. Staan ze op Olieveld, dan ga ik... Groen SGT. Zwart SGT. Kom ik vanuit Paletten. Voor je neus. Groen SGT. Probeer bandje. Lekker. Richting. Hij valt naar beneden, hij crasht. Tony? Hou rekening mee dat voor andere mensen een minder harde crash kan zijn, hè? Dus niet gelijk erop duiken. Zwaar. Hey Dolle, kan je Lokka sturen? Wie schiet? Ja. Ik ben groene kerel. Wie is die andere groene ST? Die stopt hier beneden. Ja, groene ST wapens. Ik ben op laatste Lokka, waar? Eentje is geen sub. Boven Taikans, wie zijn die Taikans? Hey, boven jullie. Wie schiet? Ik ben hier groene aarde. Ziet iemand hem nog? Verkeer. Nee, ik zie hem niet. Lees je nog? Hij 2 aan neer geschript en 3 ton zwart. Goeie. Hij is soldaten. Eentje aan Walt, hij. Zijn pistols weg. Pistols gaat niet, man. Dolk, maar vanmiddag, broer. Groene SCT, zie ik die staan rijden? Daar. Groene SCT. Oh, die staat op de show. Eén iemand zit erin. En zwart ST. Hij staat hier tussen die Afrika, denk ik. Ik ben Afrika. Wat is ze? Heb je een wapen of niet? Je ben ik niet, ik heb met body. Dit is hem, want dat is hem. Hij rijdt de zwarte ST naar witwaspunt. Hier zit hem. Ik ben een blauwe ST. Hij rijdt daar. Waar is daar? Wij lost hem Citra, jong. Hij rijdt bij die tunnels, waar het hij rijdt om. Hij zit vast. Pak hem. Wacht, in die waar we toen shoot hadden, in die tunnels, daar was je niet bij, heb ik. Die graasje. Ja, kijk, ik kan blauwe zetten. Stuur een Lokka, ik stop het in. Ja, ik stuur een Lokka. Met de kade zo, man. Die ondergrond graasje bij Lost MC daar, weet je wel. Ja, ik weet waar, racebaan. Ja, daar ook. Ik ben binnengegaan. Hij rijdt weer een los trein daar ergens. Hij rijdt rondjes hier, broer. Ja dan. Ik zie een Afrikaat richting dingen. Weet dat? Haven gewoon, die kaartdealer. Hij heeft geen body aan niks. Ja, hij rijdt hier. Gewoon haven in nu. Je weet toch? Hey, ik ben achter je. Gewoon let ik einde haven gaat hij heen, ben ik quick zo. Ja, hij gaat zwemmen, denk ik. Kan. Is hij recht gegaan, dat begint? Hij rijdt gewoon helemaal door naar het einde, hij gaat sowieso zwemmen, denk ik. Je bent oud testrit. Hij rijdt helemaal daarachter bij de zee, zeg maar. Wieso van je RSS? Hij komt terug. Dus als je daar klaar gaat staan. Richting wagen? Ja, gewoon weg terug vanuit haven. Ja, die groene ken je net, Tolk. Oh, hij gaat linksaf. Hij is vast hier. Doe dat. Ik kom joinen bij je. Rektijd. Zulukken. Is het die Effrey? Nee, ik ben deze Effrey, dit ben ik. Oh, maar is... Hey? Lokka. Goose. Hij is goed aan het rippen. Lokka, waar? Oh, ik snap het niet. Goed, heb je hem?
Je schiet op mij, je schiet op... Oh. Wat doe jij nou? Ja bro, kan! Je kan! Hallo? Hulp nodig. Stap op, stap op. Rare gast. Ja bro, kan dan maar. Ja, hey, deze koen jongen. Je moet een lock-out sturen, ouwe. Ja, we hebben hem al, we hebben hem al. Wat dat hij? Nippo, ik zie jou op die advocate stappen. I love you, hey, goeiedag. Denk je wordt gewipt? Yo, maar Enzo. Hey, oh, mommy. Oh, oh, sorry. Ik zat even te kijken naar de scherm, maar sorry, sorry. Denk je, ik verlies een shootout. Jongens, heeft zwart en sneeuw wat gedaan, of niet? Ja, maar ik weet niet of hij alles gegeven. Wat, dan wat zit je grip van hem, Goes? 19. Ah, netjes. We hebben 3 en 19, zijn 3 ton. Netjes. Ja, je booster staat hier, boys. Ik weet niet, maar zwart ja, is het ja, je twee man. Blauwe R6. Oh, alles goed. Wie is die applicant? Die applicant hier zo, dat ben ik. Maar ik ga zieken, net als ik probeer van mijn net op die R6 zo. Oh, maar ik, joh, maar met die zwef. Welke auto's mag ik pakken? Dan moeten we even dekken bij ziekenhuis, man. Want, ja, ik kom allemaal ziekenhuis. Kom allemaal ziekenhuis. Ik moet naar mijn kook af. Yes, ben jij die blauwe ST? Blauwe ST ben ik, ja. Bro, jullie begonnen met schieten bij Olieveld. Ik moest uit paletten komen, ik stond bij HP. Wat een tering, en het is dat dan, jongen. Joshua, die comms zijn ook moeilijk te geven hier, man. Ik zeg je heel eerlijk. Wesley, nou, Wesley. Aan politie bij ziekenhuis. Hey, Wesley. Ja. Er wordt shootout gekald bij Olieveld, de bo. Ik ben, hoe heet het? Ik ben 707 met een Africat. Ah, bro. Eiktai. Olieveld is nog steeds actief. Olieveld is nog steeds actief. Yo, boy. Ja, man. Word ik nou laai, hè? Wat hebben we allemaal geript dan? 3M19 zijn 3 ton zwart, toch? Oké dan. In één dus eentje aan Walter. Gek hoofd ben hier. Heb je blauwe steek al wat gedaan, of niet? Hey Wesley, Wesley, jij bent blauwe steek toch? We hebben niks meer wat we achteraan kunnen stop, denk stop, ik. Stop. Kijk, dashboard. Ik ga snel behandeling nemen. Hey. We gaan allemaal naar, hoe heet het, gang of zo. Nee, maar het gaat door. Niks gang ofzo. Ja, overal waar ik rij heb ik 30 FPS. Bro, bij ziekenhuis gaat hij in één keer naar 20, pa. Ik ga je net langs GSF te rijden, bro. Die Amarok komt wel naar het ziekenhuis toe, Walter. Ik heb rustig 130. Ah, blijf ervoor staan. Heb jij een NASA PC ofzo? Ja, want ik heb die Games for Real PC. Vindt die Ruben zo'n mooi ventje? Ja, is echt een prachtgozer, man. Oprecht. Echt een prachtgozer. Wespes? 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 Moet je hier komen, vriend? Zeg je het nooit meer? Tief, schrik. Hey, als je behandeling nodig hebt, dash gewoon even je wapens in de dashboard ofzo. Tony. Oh, ah, ik heb behandeling nodig. Die politie is suicidal. Tony moet anders van 1M19 aan Mike. Ik kan nu misschien geen wapen. Zij links van je water. Zijn dashboard nog steeds. Wesley, hoeveel auto's heb jij? Hoeveel auto's heb je nog meer? RS4, M5, Porsche 911. Zou ik een auto van je kunnen lenen? R5 dan. Is borg. Wat zeg je? Is borg aan Nips. 5 ton, ben je ziek? Bro, is borg. Die maakt de maat. Ik ga stuk hoor. Welke moeie? M5? Ja, doe maar M5, joh. Ik kan net zeggen, als je nou nog langer gaat wachten, kan je het tyfus genieten. Ja, nou, ik zat twijfel tussen die RS4 ook. Ah, auto staat gewoon open, joh. Ja, dan denk ik. Rustig maar zijn, het met jou, Bruski. Skibidi dab, dab, diep, diep, joep, 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 joep. Ah, salam alaikum. Zijn we hier allemaal, hè? Is Olifant er nog gekeerd? Denk het. Piekje gaat ook nooit meer naar de Quicksil. Ga er naartoe, ouwe. Ik heb zakjes nodig. Oh. Ik kom ook. Ja. Wie is Groene Cayenne? Ik. Dat is Barkie. Geen stappen bij, want ik ben bijna dood en ik heb het wapen nog op zak. Nou, de dag was rustig aan, man. Oh, ik wou eigenlijk al eerder al live gaan. Alleen, ja, dat was gewoon niks te doen, joh. Kijk, dat zei ik eerder ook op deze stream. Ik kan 's middags live streamen. 's Ochtends live streamen als mensen willen. Snap je wat ik bedoel?
Alleen de, als onderwereld is gewoon moeilijk om elke keer live te gaan. Je bent zo afhankelijk van andere mensen. Ik denk wel. Ja, ik kom nu. Ik ben wit en puin. Rode tuin kan de stad in. Hij heeft eentje afgezet. Kijk, zit je bij de politie, dan kan je gewoon elke keer gaan. Alleen voor onderwereld is gewoon heel lastig. Waar is die kiksel eigenlijk? Olifant, ik heb laatste locatie. Kijk, laatste locatie. Gewoon olievelden, gewoon... Kom maar aan, middag was aan, ja, ik zag het bij Rick's stream, man. Ik was een nieuwe inductie werd geplaatst, dit, dat, dus kon ik niet bij ze. Maar de jongens hebben het goed gedaan. En de middag was inderdaad aan, man, zeker. Dus er zit wel potentie om in de middag ook te streamen, alleen ja, je bent gewoon zo afhankelijk gewoon van zoveel dingen. Hè. Zijn wij met veel, zijn wij met mensen. Ja, overstappen naar de politie, ja, ik weet het niet, man. Ik ben welkom bij de politie, maar ik zie mezelf niet in de politieuniform, snap je? Heb je zo? Oh, man. Oh. 4-6, wie is dat? Hé, Bartje, waar ben je? Achter. Hier, ik ben blind, even. Kraaknek, je weet toch? Tips voor geld. IRL, nee, geintje. In het begin gewoon heel veel opbouwen, man. Zodat je... gewoon aardig wat op de bank heb staan. En dan vanuit daaruit gewoon telkens gewoon een stapje erbij. Dan een voertuig, een kilo voertuig om mee te beginnen. Dan misschien een boot, hè, zodat je cocaïne kan gaan doen. Dan misschien gewoon een chille auto om jezelf gewoon te verwennen, hè, voor het harde rijden wat je bijvoorbeeld hebt gedaan in de stad. Dat je gewoon even een auto koopt waar je denkt van ja man, lekker gevoel geeft dit. En zo moet je gewoon de hele tijd doorgaan. Heb je die F-gecamp met wapen gezien dan, want ik moet wel blij van hebben. Ik ben welkom bij de politie, ik heb daar mensen al een keertje voor gesproken, maar ja. Hallo? Ik dacht iemand hing boven mij. Twee man's Afrikaan, achterop zonder shirt. Ja, dat was wel een ander volgens mij dit. Nee, ik werd geript aan dat jij corrupt heel de stad. Ja. Weet je wat het is, Maatje? Eén man zonder shirt. Je kan niet zomaar gaan verwachten dat je iets kan rippen van ons. Helemaal niet van de boss. Nee. Rick. Oh, Mencho. Je weet toch? Nee, is gekkigheid, maar ja, weet je, dat kan je gewoon verwachten. Hey, ga iets ding Sandy, kom even checken. Ja, dat was niet ook al. Is wie is waar Taycan? Rijdt hij telkens een Taycan? Olievelden is niks met dat. Hey, ik heb wel. Goed, ik heb wel een clip dat er eentje met een wapen stapt op bij een Afrikaan zonder shirt. Ja, volgens mij heeft Dolle clip, maar is dat denk ik niet. Politie stream dood, zei ik ook. Je kijkt maar naar Dylan. Dylan is zo afhankelijk van of dat wij activeren als Jalisco zijn of niet, snap je? Die Afrika, die had toch geschoten, was dat bij jou? Als wij niet activeren in de stad, dan heb Dylan gewoon oprecht, die kan lekker met zijn leuter in zijn hand gaan zitten de hele dag. Bewaar dat even, want hij ging nou weer janken hoe ik hem gevonden had en zo, en dan begon met een... Gewoon negeren, broer. Is iemand van ons die... Ja, maar ja, dat moet wel even bij zijn als hij weer leuk gaat doen. Ja, oké, die fietsen. Dylan is mafkees? Nee. Dylan is gewoon een goede jongen, 100%. 100%. Hij doet gewoon het verkeerde beroep, en dat is politie. Ja, bij Quicksal. Top, is wel shoot, joh, voor zijn leeftijd. Ja, broer. Man is ook op leeftijd, hè. Vraagt veel energie aan hem, hè, zo'n spel zoals Future. Snap je? Karo, jij bent Jo. Yo, Matthijs, zo is het. Blauw KN, wie is dat? Waar rijden jullie nu dan? Ik rij route 15. We zijn nu gewoon Quicksal, man. Karel en Walter. Oh, we gingen geen Sandy, ja toch? Walter, hem niet. Wat vind je van McAleven? Ja, ligt er man, of dat je tegen die Rico kan of niet. Wie is de oudste van Jalisco? Sowieso Rick, man. Rick is volgens mij 32 of zo. Gaat lekker, Matthijs. Is Dylan welkom bij Jalisco? Ga ik niks over zeggen, man, even op hier, lo. Nee, ik heb geen idee hoe oud die Rick is, joh. Boys, kom naar Quicksal, boys. Weet ik van, volgens mij was Rick 27 inderdaad, of 28 ja, geworden, ik weet het niet. Blauwe Cayenne, rode X7. Is actief, ouwe. Wie heeft even een package voor mij dan? Waar sta je dan? Olievelden, daar sta ik gewoon. Rode X7 staat boven aan de top. Kijk dan.
Ik ben 28, maar okay. Skip. Als je gewoon uit roteken leeftijd doet, dan zie je het in principe. Hoe kom je aan zoveel geld? Ik heb 270 euro. Ja, maar ik zit al sinds dag 1 erin, dat dikke bellen. Ik heb ook geen packet nodig. Tubeken, die met mesjes. Gaat dus beter. Bravo KN en blauw en rood, ik zie ze allebei op de top van de berg, daarboven. Voor mij RR6 en SGP politie inbouwt, vieze honden en allemaal. Daar ben je Tony. En RR6, ja? En SGT. Oh, en ik heb 1,7k op de rekening. Tony. Hey Tony, dat wordt zakje 9 doezel doen, maat. Ik ga denk gewoon die GMC verkopen dan, man. Ze staan er nog steeds, Waar was je rijdt Kruksel op, toch? En daarboven... De Jubanger gaat beter, goed? Ja, daarboven zie je gelijk een rode X7 en een blauwe KNGT. Ja, toch. Hij gaat ook een groene RS6, komt ook. Ik ben Rebel Raid. Hij kan. Ik ben er bijna. Ik ben een beetje lichtblauwe SGT, man. Ben ik. Nee, ik ben ook een blauwe. Wie is die rode Taycan? Niet van ons. Hey, jij bent diegene op de berg, toch, Barkie? Dit is een witwasser. Ik heb 6. Bro, ik dacht je was max 19. Nee, man, Tim, sorry, maatje. Wie is groene Cayenne? Die nu naar die blauwe SRT rijdt? Barkie, kom naar Kruksel. Ja, toch. Ja, heb je gebackt of niet? Zwarte Rebel? Kan je maar die 2 ton gewoon of zo? Zie je die donatiebalk, dikke beelden? Nee, geintje. Mag je stress spelen of zo? Ja, ik weet niet, man. Ga de berg daar staan? Ik weet niet, man. Nee, heb ik niet. Ik weet echt niet. Motten wil je niet zomaar, Ramon. Die rammelt bij mij. Dat is Gyro, volgens mij. Die is die groene RF6 en die Rebel. Ik ben de Rebel. Rebel reed was Karel. Wat is die RF6? Nou, die SRT. Die SRT bedoel ik? TP blauwachtige. Ik ben niet blauwe SRT hier. Ik ben blauwe SRT. Iedereen van ons hier, maar ik denk dat het zo gaat zien gebeuren, man. Zilver ergens, hè? Ik weet niet. Wanneer facecam? Daar heb ik 2 dingen voor. Of bij een donatie van 2500 euro, of 2500 en 5000 abonnees, zeg maar daartussen. Je hebt wel weinig mods of niet, West. Valt wel mee, Scott. Alleen de meeste zijn nu gewoon niet actief. En ik maak gewoon vanzelf gewoon mensen mod wanneer ik gewoon denk van oké, het is weer tijd voor een mod of... Snap je? Vragen gaat sowieso niet open. Maar dat negeer ik gewoon compleet. Het wordt wel gevolg, maar... Moet sowieso een minuut zijn, hè, collega. M19. Ik heb koude klauwen toch? Zeg dan, weet je wat? Wie is die Taycan bij de G-Wagon? Achtervolg doen, dus even kijken. Ik had even een crash met de... Stel een mod, hoe werkt die? Stel... Wat? Wat bedoel je? Wat kan jij eigenlijk als mod? Gewoon de chat in de gaten houden, berichten verwijderen en mensen time uitgeven. Laat die man rippen daar zo. Kan je mij niet gunnen, nee man. Valt onder met de game, maatje. Kan ik helaas niet doen. Ja, 2 man op de kruiscellen hier. Nee, eens met emote heb je dus. Nee, je hebt 2 verschillende, man. Je hebt een standaard mod en je hebt er nog eentje. En bij die ene kan je ook de titel aanpassen en zo, weet je wat, dat soort dingen. En bij die standaard mod is gewoon de mensen time-out geven, berichten verwijderen, iets in die richting. Doc, ben jij deze? Ja, toch? Ja, ik ben hier klaar. Wie is die Chrome RCT of X5? Ik. Ah, ja toch. Laten we deze man even checken, deze. Yo, goeiedag. Ik ga wel zo raar voor boord, jij moet even iemand... Stap uit dan. Hallo? Kom. Hallo? Hallo? Yo, meneer. Is wet. Yo, goeiedag. Pakken, hoe man. Oh. Pakken. Even checken of jij een wapen bestuurt. Die staan er allemaal op die kwik dan. Er staan gewoon 3 rams. Eén ram is een mattie van mij, met die GLO. Die Kom, we gaan die ram even leeg checken. Houden jullie 360? Bro, boeien je mij die matties? Nee, hij helpt met beter, maar die niet rippen hem. Welke? Met GLO.
Ik ga het gewoon checken. En niet die Taycan ompitten, niet die Taycan ompitten. Nee, ik ga van mij. Pretty uitstappen uit die rum. Uitstappen. Bro, je mag me niet in het zuppen pas als ik uitstap, bro. Nee bro, je bent hier op locatie, staat uitstappen. Ik ook in de broodje APV-regeling. Mag geen stress, ik weet niet hoe het goed gaat. 3 of 6, 6. Kofferbak me open. Hey, deze man zegt dat ik hem pas mag rippen als hij is uitgestapt en niet dat hij hier rijdt. Hey, ik zie wapens, ik zie wapens. Voor ik uitstap, dat is goed. Ik weet niet hoe dat uitleg, ik zie gewoon lokken. Hey boys. Mag je hem pas rippen als hij... Hey, G-Wagon, geef terug. Geef terug aan hem. Hey, restantje. Nee, maar gewoon alles wat je nu uit je kofferbak pakt, terug doen. Simpel. Hey, wat de Taycan, call the pistol. Die mogen we pakken. Ik zie het te veel op de trein. Is dit? Waar rijden jullie? Ze lopen daar gewoon als NPC's. Ze zitten in op terrein. Wat doen hun? Ja, wat doen hun? Ik tikken. Hier, je shotgun hier. Ja, stap uit. Gaan we eens uitstappen? Waar zo, boys? Nee, er is hier niks. Gewoon, loopt hier gewoon een shotgun over straat, maat. Waar? Laat dokken, op dat terrein. Wat zie ik? Goose, komt maar dit moet wel een beet zijn, wat zie ik? Wat is gaande? Ik rip hem gewoon, jongen, geen shot hier. Gewoon schieten, wij bank je gewoon. Goose, ben jij die? Welke ben jij, Goose? Ik ben Taycan. Maar ik zie hem niet, waar is hij dan? Maar er staat zoveel bij, is ook politie, maat, 100%. Nee, is geen politie. Oh, ik, hey, wordt op mij uitgestapt, Waar? Goose, goed. What the fuck, ouwe? We rijden volledig tegen me aan en stappen op mij uit. Oeh, daar is een pistool. Wat gebeurt hier? Ik zie hem. Wat is dat voor locatie voor een politiegeuzeling? What the fuck? Kom, ga deze nu. Waarom? Wat doen we? Een beetje volledig op mij in? Ik snap er niks meer van. Ik hoor de steen. Ja, maar die hoort toch bij die geuzeling met de politie? Weet ik niet, ja, hij is weg. Hij heeft geschoten op Goose. Ik zie hem niet meer. Heeft hij op mij geschoten? Ja, ik weet niet wie op mij schoot. Ik weet gewoon dat iemand op mij inreed. Een rode SMT is gekald met pistool op ons schoten. Klaar, pak hem. Ja, pak hem dan. Hij rijdt bij Milpark de berg in, man. Richting die werkdingen shit gebeuren. Richting een rondje, zeg maar, van Milpark. Daar zag ik hem voor het laatst naartoe rijden, man. Hij rijdt nooit tankstation, man. Ik zit erachter. Tankstation. Hij rijdt door. Word je mat. Gewoon veel actief zijn, man. En gewoon aanwezig zijn. En sowieso niet vragen om mot. Dat is één ding wat sowieso niet... Nee? Hij werkt een crash, man. Rechtdoor grote bank reed. Hoe is het? Ik ben zwaar gecrashed, man. Rode SCT was het toch? Een wapen toch? Ja, dat is een wapen, ja. Hi, ik ben er. Karo, heb je hulp nodig bij die crash of niet? Nee, zoek die rode SCT. Laat je zien bij richting grote bank. Rode SCT bij pistols toch? Dat is twee mannen, zag ik net. Ja, twee mannen. Waar sta je, Karo? Ik wil nog samen tijd kan pakken, op mijn R6 bedoel ik. Ah ja toch, nee, een beetje zei dat je gecrashed was daarom. Nee, was ik. Oh, sorry. PP. Rode ST heeft voor het laatst echt niet grote bank, zeg je toch? Ja. Ik zie hem niet. Deze auto rijdt soms echt kut, man. Yo man, Kiko, hoe is het, maatje? Tequila breng het geweest, ga. Leef Ruben nog zeker weten. Ruben is niet weg te krijgen, vriend. Hij wordt vers die ST. Dat weten we niet. Wat voor kleur was dit weer? Rood. Oh, twee mans dit weer. Ah, ik blijf een beetje op deze plek, misschien komt er zo terug. Oké, iemand gewoon blijven bij die kwiksel voor nu eventjes. Gewoon kijken of ze nog terug gaan. Of bij die gijzeling. Hij wordt schoot hier, man. Wacht. Gewoon op die plek. Dus heeft iemand van de gijzeling op jou geschoten of niet? Ja, dat weet ik niet. Dat was iemand, ja. Want dan mag je hem gewoon neuken. Hé, maar hoe zit dat nu met die regel bij Quicksal dan? Je mag toch al mensen rippen als de hele tijd bij Quicksal rijden? Je moet uitstappen, dus. Ah, shit.
Ja, oh ja. Ik heb tegen die roos gezegd alles teruggeven, dus. Jij bent toch de rijks van de stad? Nee man, sowieso niet, want ik wil er. Er zijn veel meer mensen die niet slapen, zeg maar. Zwart ST, rijdt hij nu weg? Oh, dat is zeg maar Davin. Met jou? Als je weg gaat, moet ik pakken. Hey, ik weet niet voor wie die G-Wagon aan het beten was, maar check even met hem of dat hij alles wil teruggeven aan Hiram. Want dat was alweer aan het graaien in die kofferbak. Ja, was geregeld. Ja, toch. Ik dacht dat jouw mensen mocht checken als ze daar gewoon opreden bij Kuxen. Beetje bullshit, maar ja. Zie je die ST nog doen? Nee. Ook FK, toch? Waar nog wat op? FK 2%. Nee, dat is lang geleden. Dank je wel. Met de ST rijden. Ik vind dat echt een rare regel, man. Ze gaan sowieso zetten voor opgooien, zoals ze daar gewoon bij blijven. Van je rijdt op een quick zo, je staat met je auto naast die fucking vrachtwagen. En je mag pas rip als mensen uitgestapt. Broer. Ik snap die niet, man. Hier, what you learn. Ik heb verder niks aangepast, man. Dit zijn puur de enige reshadingen die ik heb aangezet. Yo, oh, man, Steel. Hoe is het, jongen? Hey, hoeveel broders hebben wij nu? Ik rijd een SZT. We hebben een X5 ook. We hebben 4 broders. Oké, dan hebben we 5 broders. Zwart SZT met zo'n rood shirt. Ja, de hele dag game crashes, bro. Kan je op PS4 hey, spelen? Je nee man, je local welter. Nee, je MV, ja maar betaalde. Wat voor shirt? Dus die kan ik niet hebben. Zwarte met een rood shirt. Ja, op die locatie. Nee man, release. Nee, ja, hier. Ja, ik weet, maar dan mogen we nog niet pakken. Maar weet je dat die zwarte ST, wat voor oud? Weet je wie? Van die rode, anders ga ik tegen Mario. Ja, nog eens voor de ST gewoon rond hier. Ja. Kan iemand mij uppikken of niet? Waar? Wacht, ik ga Lokka sturen. Hier. Kom maar. Hey boys, er rijdt een hele gang achter een winkel, weet je. Ik ga een beetje daar kijken, ja. Ik weet alleen iemand met zo'n rood duikerspak, volgens mij. Het is een rood duikerspak. 100%. Ik ben hem aan. Oh, je bent er ook al top. Ik hoorde niet dat je ging, man. Als ik nummer wil, moet ik toch in game tegenkomen. Ja, klopt, man. Of je me vraagt of ik een telefoon ik heb. Nee, geintje. Ik ga niet meer veel nummers weggeven elke keer. Moet je voor de Dennis nice staan als je tele op de fiets. Ik hoor je maar. Dat hebben ze hem al gezien. Oh, die gast in die SRT is nu aangehouden. Dat is volgens mij een andere, ja, het andere kapsel, ja. Hoi, SRT hier. Waar? Blokkenpark. Is het? Die groot duikgepak heeft is aangehouden op deze zin. Boys, mesje. Een hele gang backs, hè. De bank, bovengrond. Het is er sowieso niet. Hier zit ook maar één persoon. En hij gaat gewoon weer stoppen. Hey, maar ook een zwarte SRT toch? Zwart ga je die boy met rode duikerspak is aangehouden bij de laatste plaatsje. Ik weet, hij heeft geen wapen, het is een andere. Hé, hey, maar dat winkeltje boven bank, hè, is nu bezig met een mesje en er zijn outsiders bij. Toch? Ja, ik heb pistoltje, ik heb hem wel gewacht. Ja, dus, hij gijzelt hem. Ja, ik zit achter een... Ik zit achter een zwarte SRT met twee mannen. Ja, zeg maar wat jullie willen doen, ouwe. Ik ben nu bij een mesje met gang door me heen. Ik kom eraan, ik kom eraan. De bed die hem weg. Want ze hebben een winkeltje hebben. Boven Godbank. Wat tandfoutjes, ja. Ja, we komen eraan. Ik en Karel, kom eraan. We kunnen iedereen in de suppen. Iedereen hoort erbij. Winkeltje boven grote bank? Ja, ja, ja. Ja, je grote bank ga je omhoog richting Bios, toch? Kringloop. Die winkeltje. Ja, kringloop ook. Ik zie kringloop niet. Ja, maar daar zie ik niemand bij dat winkeltje, broer. Nee, luister. Je gaat vanaf grote bank, heb je één weg omhoog richting Bios daarin, toch? Ja. Ga gewoon naar boven. Kijk, rechts. Ik zie die X5, ga rechts omhoog. Zie je ze vanzelf? Hier is wel tante voor auto's, ja. Oh, welke is het dan? Wie is het? Ros ST hoort erbij. Ik zit daarboven. Hij rijdt in die ding, hij stapt hierin. Wie weet ST is? We weten nog niet of ze wapens hebben. Eentje heeft een mesje getrokken.
Die gang back, zo. Welke is getrokken? Ik weet niet in welke auto hij is gestapt. Ik weet niet of er wapens zijn, man. Jij zegt winkeltje. Ik denk die mensen zijn gewoon bezig met winkeltje. Hun hebben die winkel zeg maar gecounterd. Deze schoen hier zo. Hij staat hier stil. Waar? Deze. Ik heb schoten. Ik rij achter je, gaan we. We gaan erin. Ik heb een winkel of weet je, ze hebben hem dood. Linksaf naar basic vet, linksaf naar basic vet. Van je RSS? Kijken. Waar gaat de 1 PV? Hij gaat richting Otto, ja richting Otto zo. Komt hij alsmaar rechtdoor bij Otto's? Ja, hij gaat nou alsmaar rechtdoor naar Otto's. Komt hij langs de tune show? Hij slaat nou rechtsaf. Een grote brug, voor tune shop, richting blokkenpark. Slaat rechts af, hij slaat rechts af. Bij die politie-appie. Nou ben ik hem kwijt. Hij gaat rechts naar elektricien, ja, naar motel rijdt, richting motel. Daar ben ik. Gaat links af in de pitstop? Hij gaat naar Olieveld Tankshow. Ik ben op rood. Hij gaat sowieso op rood. Olieveld Tankshow nu. Hij gooit hem nu op rood. Bandlek? Heb je bandlek? Crash. Waar is hij op rood? Hij is niet kwiksel. Hij heeft lekker band. Ja, kijk uit met uitstappen, hè, boys. Volg Crash. Ik heb waarschijnlijk een game crash. Zeb B, mat. Ben je bekijkt, politie? Ik ben hier. Hij is uitgestapt. Voor die golf af, PP. Wie is die golf af? Ja, maak je geen zorgen dan, dat ben ik hier. Die volgens DC is DC. Ja, die grijs SCT. Golf 8 is sowieso waarschijnlijk wat DC, want dan kan er maar eentje zijn. Ja, ik zie ze vast. Hij heeft mesje. Ga weg dan, ga weg. Hij stapt in en wegwezen. Grijs ST3 man, DC, kijk uit. Oh, hij heeft meisje man, moet pakken of wat? Ja, kom weg. Pak, we moeten los weer, bro. Wat zei ik deze hier? Je wilt voor een meisje deze gaan fighten, hè? Nee, boeien, fuck die komst, BB. Pak wel een meisje. Hé, hey, Gijs. Ga gewoon weg. Gijs, steek op nu. Ga los. Maak tempo. BB, rij gewoon los, rij gewoon los. BB, ga los. Fuck hem dan, ga gewoon weg. Pak zijn nummertje en rij weg. We weten toch hoe het te werk gaat, of niet? Stop in, PP, je kan zelf niet rijden, stop in. Rij weg, man, beste. Rij even richting Noord, ja. Ik ga die zwarte ST zoeken, man, die wil ik ook echt. Jij wil ook altijd die roze ST, of niet? Ik zie volgens mij die zwarte ST hier, man. Hier staat de roze ST ook. Maakt niet uit welke auto het erin is of wat jullie doorgeven in mijn chat. Ik heb het liefst sowieso geen meta in mijn chat. En ten tweede, ik ga die info niet gebruiken in game. Dus je wint er niks mee, man. Oprecht niet. Ik zie ook dit 6D, ja, en motorkap er al. Is dat hem dan? Nou, waarschijnlijk. Je zat toch net achter een zwart ST2, man? Nee, een rode. Ik ga even langs de ziekenhuis, man. Why bodies denk they see, boys? Ja? Mijn god. Ik ga er boven uit. Is dat een nieuwe regel? Ben je oprecht dat je 1 minuut mag tijdtrekken of niet? Ik hou gewoon rechts aan. Gewoon een nieuwe gat. Ik ben die X5 achter hem. Chalisco is wel papier man, zeg je eerlijk zomaar steken. Die man nog niet bij ons, maar Mika. Back. Ik ken in ieder geval niemand met ons die een mesje nu bezig is om dingen te doen. Kijk op deze hier. Ja, die Porsche komt ook. Ja, het is best maar. Ik heb ze best wel. Ja, ik ben een beetje. Loka? Waar zijn jullie? Hoe is het? Is hij? Zo, hij challenge. Loka? Thanks, dat short. 15. Ik stap in, ik ben Loesel. Stap in de car.
Kom richting stad, anders had je nog achter je gekregen. Ja, stop, één politie komt via tank. Dit die kant op. Jawel, jawel, kan gesteld, geen stress. Kom stad, ik ben in stad, ik zet hier klaar voor jullie. Zo zijn jullie dus, boys. Kom richting stad dan. Wie is Daikon? Daikon? Oké. Wie wordt achterna gezeten en door wat? Wie is dat? Er volgen nog steeds auto's, man. Ja, kom naar stad dan, Bucky. Welke mag ik eraf schieten? Ik zie het in één keer Porsche. Een gele Porsche, witte white body. Zwarte ST deur eruit ook. Ja, ja. Ja, je had eerder die kam moeten maken, broer. Wij rijden nu bijna boven BP. Jullie ja. Kunnen naar huis stappen. Volgens mij zit er niks achter jullie, broer. Jullie hebben alleen die polo achter je. Moet die B-klasse eraf? Polo is 5. Die B-klasse moet eraf. Ja. Hij kan nog, zullen mij hebben. Hé, best boven ons! Deze, ST. Boven ons ST, zat op de berg ofzo. Stap in, hou je niet, hou je. Stap in Wesley. White body, kijk uit. Die is oranje RS6 nogmaals. Ik, sorry, ik kan niet helemaal oppakken toch? Die gele Porsche. Ja, ja, ja. Hij komt nu, ik heb hem ook dan. Hij rijdt hier. Moet ik hem volgen? Hoe de fuck komt die RST alweer daar boven, bro? Oh, daar kun je nog één keer om. Hij scoort, ik ga het zelf zetten, vriend. Ah, nee, laat maar. Kun je er één komen, Alten? Ja, ja, ja. Wie staat jij bij Scorp? Wie is dat? Mannelijk volgens mij, ik ben niet zeker. Nee. Kijk, white body achter je, white body achter. Kom, pak die dingetje hier, Goose. Of, hier, Goose. Pak deze, Porsche. Hallo. Kijk uit, Ruben. Heb je band al. Ruben, white body deze, kijk uit. Ik kan niet op mijn RSS, niet schiet op me. Stop, ik zet deze, stap in. Yo man Bouwe, thanks voor de euromaatje. Oh my. Ja man, wat is dat? Hebben ze willen mij hebben? Dit is M5. Ik ben die witte M5. Walter, waar ben je? Rem af dan Walter, rem af. Ik ben Route 5 hier. Wie is die witte... Kan je via Route 15 naar sneller komen? Bindje volgens mij op die witte white body. Nee, ik weet niet. Is dit maat? Hey Walter, je moet de berg in ofzo man. Een M5. Veel achter je aan. Ja. Hey, rijd door Walter, rijd door. Draai om. Dit is een recherche man. Nee, nu. Hey, kom maar aan, Tony gaat drive bij je. Ik ben. Hallo, jij? Ik ben. Karel, keer om. Rijd door dan Walter. Ik ben nu in stad. Wat? Ik ga die golf achter jou nog schieten Walter. Nee, ik ben Lusso. Wij worden gevolgd door een A6. Dat was het denk ik man, een A6 alleen. Oké, en waar rij je? Ik ben Lusso. Richting Blokpark snel. Oh, we hebben 4 auto's achter staan. 4 auto's. Wie is die ST achter die gele Porsche? Hey boys, we hebben heel de keer achter ons aan man. Kom allemaal gewoon even naar het noorden man. Hele chaos weer. Ik kom eraan. Ik kom nu terug route 15, ik heb de hele keer. We hebben 4 noodhulp en 2 DC auto's. Ja, wat ben jij toen? Kom met de mensen. We zijn Kek RSS, die roze of zoiets. Nee, ik weet de goeie. Kijk, luister, ga naar grenspost en ga daar dat omhoog daar, weet je wel. Dan gaan we daar klaar staan. Ja, we zijn al route 15. Ja, rij een beetje tranquilo. Maar rond de 200 dan... Kom gewoon naar die viaduct. Ik rij achter je door. Ik rij nu voor helemaal af, man. We zijn al route 15. We hebben, kan jij? Ja, staat toch, ja. Waar gaan we grenspost staan? Gewoon die viaduct op, die brug op. Want daar gaan we schieten. Eentje moet, luister, één iemand moet gewoon bij Dino ongeveer staan om te kijken of er niet iemand achter ons komt, want anders zijn we wel de lul. Ja, we komen echt heel de keet, met heel de keet. Ik rij nu bijna Dino, man. Gewoon hier rechts staan, hier rechts staan. En waar rij je nu? We zijn nu bijna bij grenspost, we zijn net voor bij goede 15. Echt 5 noodhulp en 2 DC. Rij gewoon omhoog, ja. Ding door, onderdoor. Onderdoor? Omhoog, je moet omhoog rijden. Ook dat wat je bedoelt. Ik zie jullie. Rem eens een klein beetje af. Ja, we gaan. Rechts hoor. Kijk, één iemand achter. Kom maar. Jezus. Waar rij je nu? Je bent gek, we zijn al bijna grenspost. Rijden. Stap in. Tony, pak hem rechts of richting Dino, ja? Ja. Stap ook gewoon richting buiten allemaal. Dino kaartje. Welke auto is jullie? Omhoog. Ik ga omhoog, viaduct. Ik ben nu bij die viaduct, ik ga nu omhoog. Ik ben spoor omhoog.
stap gewoon iedereen. Iedereen schieten. Ja. Deze stapt uit. Ik heb één dood. Rij weg. Stap in. Hoe moet je daarop instappen, man? Iedereen zegt shoot out, en ze gaan barras. Sorry, Daisy, ik zag je niet. Deze mannen, broer. Ze zeggen shoot out. Ik denk, ja, dan gaan we schieten. Ach ja, GG. Soms win je, soms verlies je wat. Bijna gaan te veranderen, ja. Banen gaan te veranderen. Binnen twee calls dood. Ja, maar ja, dat weet je met die Daisy wapen. Gaat mogelijk om een kopgril, jongens. Ja. Er komen heel veel. Misschien de hoofden deze dagen, hé? Misschien de hoofden deze dagen. Ja, 100% is snow. Of black, weet ik veel. Misschien de hoofden deze dagen. Hij is helaas overleden, man. Ja, dat snap ik. Oh, ja, toch? Oh, stommetje weer. Ik heb één keer M19 liggen, recherche. Dit is Tom, toch? Dat is epic Tom, toch, of niet? Ja, maar ik wou gewoon. Beast mode gaan. Snow nog te redden? Dat is geen Tom. Ach ja, jongens, hè. Hey. Nou, joh, weet je wat het is? Wij doen er niks tegen, chat. Hey. Ah, dit was ook een vieze, hoor. Ik ga niet voor je liegen. Amorabele. Ja, joh, weet je wat het is, Eva? We gooien daar gewoon een set op. Het kan gewoon gebeuren, toch? Ik ga heel eerlijk met jullie zijn, chat. Ik ga mijn negatieve energie niet meer verspillen aan deze set. Ga ik dood? GG. Vallen ze binnen bij een bankje? GG. I don't give a fuck. Ga gewoon positief verder, joh. Het is zoals het is. Weinig aan te veranderen. Okay, pas op, hier ligt niet zo van iemand. Oh. Maar ik wou. Hey, stop. Weet je wat ik raar vind? Ik had het gevoel alsof we beter stonden, hey, snap je? Want Dolk stond op die brug. Dus ik denk, die kant is sowieso geblokt. Achter mij stond de witte Taycan om de afslag naar rechts te maken. Daar stond nog een auto. Dus van je naast mij. Ik stond zeg maar gewoon dan, oké, die afslag. Dus we hadden in principe een 360 op dat gebied. En ik hoor op een gegeven moment... Shootout. Dus ik denk, we gaan hier gewoon als mannen gaan schieten, ja. Zie ik in één keer die Daisy achter me uitstappen, ja. Toen wist ik al laat het was, hè. Probeerde nog voor die headshot, maar weinig aan te veranderen met de pistol. Dus ja, GG. G to the G. Daisy stap ook altijd als klopt, man. Ik zeg je heel eerlijk, als je echt zo gaat praten, hè, over leven, had die man daar nooit mogen uitstappen. Daar staat een fucking setup. Die man stapt gewoon 1 meter achter mij, stapt hij in principe uit. Maar ja, beetje weinig aan te veranderen, joh. Het is niet anders, chat. Soms win je, soms verlies je. Het is zoals het is, Jess. Oké, waar ben je nu? Waarom ben je niet te plezier op de grote haven? Ik ben opeens met ze. Deze heeft niks te verliezen. Is zo. Is zo, skip zit. Maar ja, wat doe je er tegen? Soms weer, soms verlies je. Klopt, joh. Hoezo speel je zo'n hoge sens? Bro, ik zeg eerlijk, ik heb toen een keertje. Ik kan nu ook niet op escape klikken. Ik heb die Logitech app heb ik toen een keer gedownload. En. Toen was ik daarna. Was ik in een shootout beland, dat toen de één keer klote die app. Toen ging mijn DPI ging in één keer naar 1600. En sinds dat moment heb ik gewoon dat ding uitstaan, man.
Dat wel, man, Eva, klopt. Het is zoals het is, joh. Ah, broer Sam, ik ga hem er echt niet meer druk om maken, man. Oh, zet in-game sense laag dan. Volgens mij staat hij maar 4 klikjes of zo, man. Ik dacht dat hij op 4 klikjes stond, als het goed is. Ja, dat sowieso, Massim. Dat sowieso. Nee, er gaan wat dingen veranderen, Leen. Voordat dat uiteindelijk zover is, dan praten we over 2025. Ik heb nu die van in mijn PC heb ik ook op 4 staan nu, man. Zeg maar gewoon bij muis, de snelheid van muisaanwijzer ofzo. Dus niet die van in-game, maar gewoon die van mijn PC, zeg maar. Ja, omdat deze is. Weet je wat het is? Deze gaat pas met hun klok schieten op het moment dat de AK's, zeg maar, uit de stad zijn. Of de mini-AK's en zo. Dat die wapens wat minder aanwezig zijn. Nu wordt er in principe nog heel vaak geschoten met AK's. En op het moment dat dat zo is, dan pas gaan er pas aanpassingen komen, waarschijnlijk voor een DayZ. Ik heb nog nooit een DayZ met een Glock zien schieten, man, chat, oprecht. Of het nou eenmans setup is, of wat dan ook. Het is gewoon automatisch dat nul recoil wapentje. Nou ja, wij moeten het gewoon accepteren, man, als onderwereld. Daar wordt toch niks aan veranderd, dus ja. Man, heeft wapens genoeg? Ja, dat sowieso. Inderdaad, Mokro Jeff. Jammer dat je dood bent, maar ja, hoort erbij. Soms win je wat, soms verlies je wat. Part of the game. Moet ik je ophalen? Hoe bedoel je? Ja, maar jullie. Er is een nieuwe spanplaats, daarom. Oh, serieus? Geen idee. Ga je zo wapen pakken? Ja, ik lig eens nog 2 minuten op de grond. Bij je begraafplaats. Wist de Peter als 1 stuk rennen dan gek? Voordat je überhaupt een auto hebt. Wat ik gewoon vind, replays, en dat ben ik echt heel eerlijk in, ben je gewoon echt dood, dan moet je gewoon gelijk kunnen respannen, vind ik. Ja, ik weet echt niet, man, Zakaria. Zakaria, hey bro, ik zeg jouw naam zo vaak fout, jongen. Zakaria, sorry bro. Het is omdat ik te snel namen lees toch van mensen, dan vergeet ik het om het op die andere manier te zeggen. Ja, is goed, zeg hem daar knap voor buiten. Zit er zo in? Ja. Morgen komt ook nog je nieuwe deo. Wat zei je? Morgen komt ook je nieuwe deo. Ja, toch? Ik heb weer waarheid afles.
Echt daar. Of als je doodgaat dat je 1 minuut moet wachten, is ook nog wel speelbaar, nummer 15. Klopt man, maar ja. Het is niet anders, joh. Pak zo'n mini AK, eens even kijken hoe lang ik nog live ben. En of er zo nog wat te doen is. Ik heb jullie oranje RSS gesaved, I want it. Wat? Bro, dit wordt 1 PC rennen, dit naar... deze wel even. Ja, tweede keer was goed. Ik weet hoe ik je naam moet zeggen hoor. Alleen het is gewoon soms vervelend omdat ik soms gewoon heel snel namen oplees van iemand. En dan vergeet ik jouw naam om het zeg maar anders te benoemen, toch, snap je? Ja, maar Jochem, hoe is het jongen? Ik heb geen GPS op zak nu. Dus dan is mijn map weg. Als je in de auto zit, dan heb je sowieso gewoon GPS. Zeg maar gewoon je navigatie van je auto. Maar als je dat niet hebt op zak en je loopt gewoon, dan heb je geen map ofzo. Gaat lekker man Jochem, gaat lekker man. Ze moeten een parkeerplaats gaan doen op een graafplaats man, dat mensen daar gewoon auto kunnen pakken. Yo man Anthony. Vraag je wat je waarom ik mijn meegels niet uit mijn holster kan trekken? Heb je wel een goede holster? Of maakt dat niet uit met welke holster je hebt? Hey, oh ja, Jordi. Weet je, soms gebeurt het, soms win je, soms verlies je. We hebben wel 19 schrift vanavond, 300 kassen waard. Hey, oh ja, soms ga je dood, dat hoort erbij. Shit, niet te vroeg. Ja, zoiets van Sam, klopt. Vanmiddag hebben die gasten heel veel wapens geript. Yo, maar Rafa, hoe is het, jongen? Volgens mij is het wel in 120 of zo, of in 150, man. Ik ga zo wel even naar de kledingwinkel voor je. Pak even GPS, Porto en zo. En dan rijd ik wel even naar de kledingwinkel voor je. Ik weet niet precies welk nummer het is uit mijn hoofd, man. 156 kan ook nog wel. Wel, maar Sam. Kijk. Doe een bankje. Nee, ik ben niet in de vijf voor een bankje, man. Jonas, kom pik. Ja, man, bijna weer. Dat is je grootste trauma, ja en hoe. Alle twee bandje. Beetje weinig geld, klopt maar Rix. Ik moet even gaan verdienen, man. Even checken, of niet? Wat een kneuzes, hè? Ik ga die rode nog pakken, of ik ga hem nog doodschieten. Nee, pas op. Geen wapens, deze. Waar ben je? Wie is KN? Kom met agent daar. Ruben, waar ben je? Waarom met de brug? Welke brug?
Yo. Nee. Welke brug, Ruben? Kan je met de blokken mesjes kopen? Bij route 15. Is mogelijk. Hoeveel heb je er? Ik heb een 15 of zo. Die gele Brabus komt nu ook en er komt ook nog een witte. Wat zou je willen hebben? Ja, ze houden er maar niet bij, pik. Dit ding is dan toe. Wat voor? 6-blade. Oh, dit 12 milli is dit. Ja, toch. Ik kan je 3 6-blade geven, maar voor 15 blokken. Is dat ding 12 mil? Ja, toch. Ja, moet je nog wel bij betalen. Dus 12 mil. Hij zegt, hey broer, je stilt toch in de auto? 12 mil. Ja, toch. Ja, lekker bek dicht. Welke auto? Ja, McLaren, weet ik veel welke dit is, maar hij gaat dan toe snel. Nee, die Roy komt weer. Wij zijn opgeroepen, joh. Hebben we opgeroepen? Ja, ze denken dat dit de grof zijn, toch? Verder? Die Roy komt weer omhoog gereden. Volgens mij zijn dit gewoon kar. 59,5k per switchblade. Ja, dat is gewoon de car dealers, ja, volgens mij. Hoeveel? 59k per switchblade. Hey jongens, we hebben toxisch gedrag vertoond, man. Omdat ik sukkel zei. Ik weet dat het zo duur was, maar ik dacht gewoon niet. Die man die challenge mij lekker. Nee, zijn wel prijzig, man. Ja, toch. En al die blokken, hoeveel? Hoeveel kan je daar 2k voor geven, man? Dus al die blokken 2k krijg je. Nee, per blok kan ik je 2k betalen. Ja, ik ga mooi naar Gangtrain, ik vind het mooi geworden. Ja, toch, goed dat. Ja, toch. Ik moest naar de wc in elkaar. Ik ga snel kijken voor je welk nummertje die holster is, ja. Waar staan die Charles ketting 159, man. 159 is de holster die ik gebruik. Lekker maar, Rafael. Gaat lekker maar, Leon. Yo, Snicker, thanks voor de tier 2, broski. Love, man. Moet gebeuren. Ja, love man, Snicker oprecht weer. Ga mee schieten met Ruben, dit is volgens mij nog hetzelfde ding, man. Dus kan het volgens mij niet op aankoppelen. Wat is Ruben geen haat? 15 volgens mij. 14, 15. Als ik het goed heb. Range for you zegt. Jullie zijn kom en dat doe je pakken met je bad geschoten, rare mensen. Nee, maar ja. Iedereen houdt sowieso gewoon zijn mening. Joh. Hey boys, ik heb heel wat korfjes gemaakt. Rafa, thanks voor de follow, maatje. En Snicker, nogmaals bedankt, maatje. Oh, dan is Ruben nog 13. Ik ben heel even wc, chat. Ik ben zo terug. Ja, ik rij nu richting Olievelden, maar deze staf zit aan mijn hoofd te schreeuwen. Ik ga nu richting Olievelden. Ik ben even naar de wc in mijn hoofd. Probleem 19,
Ja, wat broer, soms heb je even. Even moeilijke tijden, je weet toch? Ik zie wel dat iedereen de stad uit is, man, chat. Ah, Mira kan zijn kleine dingetje te vinden, denk ik, ze even stopje spelen, denk ik, man. Broer, ik kan je één nekblessure geven, broer. Laat me dat ding niet even, je weet wel. Ik kan je een gekke nekblessure geven, half tamme. Weet je wat het mooiste is aan die MK7? Hij vraagt aan mij voor blokken, dit, dat, qua mesje. Ik zeg hem de bedragen door, dit, dat. En hij staat hier gewoon nog steeds, dat hij zei van ik hoef niks. Inmiddag was wel actie, maar was geen DLC, klopt man. Ah, ik hoor je, Amir, ik hoor je. Ai, sowieso, GG's naar jullie chat. We hebben weer de 111 likes aangetikt. En dat voor een redelijk rustige stream. Ik had zelf wel gehoopt op meer, ook voor jullie. Maar helaas heb je soms ook gewoon van deze dagen ertussen zitten. Dus ja, daar kan je weinig aan veranderen. Ik wil sowieso iedereen bedanken. 112, kijk. Ik wil sowieso iedereen bedanken. Die er weer vandaag bij waren. En dan zou ik zeggen, niet nog even lekker van je avond. En dan gaan we elkaar allemaal weer spreken, man. Nu 113, 100, 100. Dat kan ik helaas niet doen, man, dikke billen. Dat is meta, man. Hopelijk morgen of misschien... Vrijdag ben ik weer live. Ik laat het jullie sowieso weten. Vrijdag heb ik sowieso eens een etentje s'avonds. Dus dan ben ik er misschien daarna weer. Misschien morgenavond even kijken, man, chat. Ja, toch Eva, dankjewel voor de... Bedankt voor de positiviteit. Hi, chat. Rustig aan. Ik ga jullie spreken, man. Peace.